Okay, people, let's go to work. Hallo, Robbie. Hallo. En we zijn hier vandaag met Proppunt. Ik moet een voorwerp kiezen. Wat doe ik? Een straatlantaarn. We zijn hier in een game met de Proppunt. Het is een soort mod voor Call of Duty Modern Warfare. De eerste. Lekker old school. En Robbie, leg uit. Wat moeten we doen? Want mensen denken, waarom zie ik Vincent met een lantaarnpaal lopen? Nee, je bent een lantaarnpaal. Bedankt voor het compliment. Oh, oké. Okay. Graag gedaan. Nee, dit is een stoppertje in Call of Duty. Ja. En ik ga dus, ik heb dus mijn lantaarnpaal hier neergezet. En mensen, die gaan dus, wat het doel is. Nou, je ziet het vanzelf al. Je kiest een object. En ik ben dus gaan stilstaan op een bepaalde plek. En mensen moeten mij dus gaan zoeken. En hoe ze dat doen is, ze hebben een sniperrijfel in hun handen met ongeveer 32 kogels uit mijn hoofd. En we moeten dus schieten op die voorwerpen dat ze denken dat jij bent. Dus ik ben een lantaarnpaal en ik heb me verstopt op een redelijk goede plek. Nou ja, in het midden, helemaal centraal in het midden. En dit is sowieso de beste verstopplek die ik mij maar kan voorstellen. Rody, wat ben jij? Ik ben een boomstam. Een boomstam? Ja, ik lig in een greppel of zo. Nee, echt? Ik ben wel promoted. Ja? Oh. Serieus, ik ben promoted. Ik doe het geluid iets harder, want even kijken hoor. Sound, dan kun je een beetje meegenieten zo. Van de mooie muziek. En even kijken, wij kijken op tab. Er zijn een hoop mensen, maar een hoop mensen hebben zich verstopt. Ik zie Rika zit erbij. Ja, ik wil net zeggen, Noelle zag ik net. Ja, Rika die heeft al aardig wat punten. En we zijn een hoop zoekers, maar ik heb nog niemand voorbij zien komen bij mij. Ja, ik ook niet, maar ik heb gewoon geluk. Te draaien. Ja, ik zit ook met mijn beeld te draaien. Nee, ik niet. Oh, dan moet je met F doen, hè? Oh, er komt iemand! Er komt iemand! Maar mij lukt dat niet! Hij schiet op objecten. Er komen er twee! Ik ben gewoon een lantaarn. Ik ga stilstaan. Ze zien me niet. Hij loopt weg! Ja, ga maar weg! Zal maar weg! Oh. Hij zag me niet. Oh, wauw. Hij loopt gewoon langs me, hè? Op dat mapje, hè? Aan de linkerkant. Ja? Zijn dat mensen of schoten? Ja, die rode. Ja, als je schiet, dan ligt het spelertje op. Dus dan verraadt hij waar die is. Maar dat is gewoon standaard Call of Duty. Okay. Maar ik sta nog steeds goed verstopt, samen met jou, Roby. Ja? Oh jee, er komen nu heel veel mensen. Oh, nee. Bij mij helemaal niemand. Hij schiet op vaten, hij schiet niet op mij. Hij denkt, die lantaarnpaal hoort er gewoon, maar dat hoort die jongen. Oké. Okay. En er zijn heel veel mensen. Nog 2 minuten. Nou, er zijn mensen die kennen die map uit hun hoofd natuurlijk. Die weten van, oh, dat object hoort daar niet. Maar tot nu toe, nee. Nee, echt? Ze zien me binnen. Oh, er zijn wel 15 zoekers. Oh, nee. Ben gevonden, jij bent gevonden. Ja, een boomstam in een greppel, Roby. Geloof je het zelf? Nee, kom hier, jij lantaarnpaal bij nee, je? Nee, dat is niet eerlijk. Nee, dat mag niet, Roby. Ja, nee, dat moet je niet doen. Want dat zou ik ook niet bij jou doen. Ik bescherm je. Nee, ook niet bij mij. Ook niet bij lantaarnpaal in de buurt. Dat verraadt mijn spot. Je blijft uit mijn buurt. Er zitten genoeg mensen omheen. En ik wil als laatste in die lijst. Weg. Met deze? Weg. Weg, Roby. Weg. Gewoon niet bij lantaarnpalen in de buurt komen. Je mag er niet eens naar kijken. Ben je nou een lantaarnpaal of zo'n... Nee, ik ben zo'n tonnetje. Zo'n soort van... Ja. Ik ben... Oké, ik ben een boom. Tuurlijk ben ik een boom. Ja, natuurlijk ben ik een boom. Oh, waarom zou ik geen boom zijn? Kort, ik ben met Rika over. Oh my god. Kijk op top. Oh my god. En ik weet gewoon waar je zit. Nee, en... Nee, alsjeblieft, verraad me niet. Laat me, nee, geef me die punten. Geef me die punten. Oh my god. Aan de andere kant krijg ik dan ook weer punten. Ja. Nee. Die krijg je wel terug van me, ja? Ja. Ja, ooit. Ik geef jou. Dan gaan we gewoon samen in een server. En dan zeg ik van, ik ben die Ton. En dan ben jij ook die Ton. Nog een minuut. Nee! Shit. Wacht maar, ik ga je opzoeken. Waar ben je? Oké. Okay, oh, Robbie, daar ben je. Mooie foto. Waar? Oh, je stond op een poster. Je afbeelding. Pinky, waar zit je dan? Ja, ik zoek je. Maar dan moet jij niet lopen. Ja, ik zie je. Oh, ik zie jou. Waar ben je? Welke foto?
Waar ben je? Welke poster? Nee, kom hier. Lopen daar. Post. Kom hier. Krent. Kijk daar. Kom eens. Damn. We hebben toch maar 20 seconden, YOLO. Wat gaan we zijn voor de ronde? Wat is Rika? Is Rika nog open? Echt? Ja, Rika is nog open. Oh my god, wat is dat mens? Die speelt ook te veel. Rika, schiet op alles wat los maar vast zit. Kijk, we doen zeker nog een potje, want het is echt verslavend. En we gaan zeker nog meer van deze afleveringen doen, want... Ja, echt gewoon episch spel. Maar we zijn wel verslagen, Robby. Dan komen we jouw boomstam. Hoe typ je iets? T. Oké, we mogen kiezen een level. Oh. Chinatown. Oh, Chinatown. Sowieso. Ja? Oké. Chinatown. Maar die wordt moeilijk, jongen. Kijk al die objecten. Stel je voor, je bent een lantaarnpaal. Of zo'n lantaarndingetje. Nee, oh, shit. Facend of vakkend. Maar ik sta wel boven jou in de lijst. Zie je het? Ik heb net meer punten dan jou. Nee. Komt dan mevrouw een boosdam is, daar krijg je weinig punten voor. Is gewoon zo. Godverdomme. Wat is dit nou? Vakkend. 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 Vassant. Dat Nederlands. Oké, we gaan spelen. Let op. Ik ben een... Ik weet niet wat. Een mot. Wat ben je? Ik ben weer een lantaarnpaal. Ik ben een boom. Oh, we toen hadden gespeeld. Waar ben jij in de buurt dan? Ja, hallo. Waar ben jij? Loop je in dat grote veld? Waar ben je? Waar ben je? Ik zit van. Ik wil een plekje zoeken voor deze boom. Waarom is er geen plekje? Ben je ook een boom? Nee, een lantaarnpaal. Ik bedoel een lantaarnpaal. Hier rent iemand. Een rendier. Heb je een plek? Ah. Nee. Nee. Oh, wat erg. Het is het proberen waard. Ik ben ook een boom, Roy. Ben je ook een boom? Ja, ik ben heel toevallig ook een boom. Ik neem hem gewoon, want vorige keer heb ik jou zo te hard ingeluisterd. Ik had een boom en Roy wist niet dat ik die boom was. Je had me toch gepakt, of niet? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Het duurde wel 3 jaar, maar ze hebben me wel. Ik was inmiddels. Ik was inmiddels al helemaal verschorst. Oh, een auto, er rijdt een auto hier langs! Hier ook! Ja, waar zit jij dan? Busje. Ja, een busje. Waar zit jij dan? Het wordt een auto je nu. Je staat naast me. Nee. Ik weet het zeker. Kijk achter je. Oh. Zie je een boom? Of ja. Ja, ben jij die boom? Ja. Ik ben die andere. Kijk, ik beweeg. Ja, wacht even. Kijk, let op. Ja, er komt iemand. Er komt iemand. Oh shit, zo. Ik kan het dan niet jou pakken. Waar sta jij dan? Wow. Beweeg eens. Beweeg. F. Doe eens F. En dan los. Even heel kort bewegen. Beweeg heel kort voor de kijkers. Oh, daar helemaal. Oh, ik kom naar je toe heel langzaam. Nee. Doe F, je beweegt. Ze gaan je pakken. Ze gaan passen. Ja, weet ik, maar hij komt. Hij doet niks. Hij komt. Nick, beweeg niet. Hij pakt je. Hij weet dat die boom daar niet goed in staat. Hij weet dat die boom daar niet goed in staat. Kijk hem, schiet. Hij schiet bijna op. Daar, je moet daar wezen, je moet daar. Ze rennen langs me. Oh, kut, ik ook. Ik ben ook gepakt. Er zitten hier 10 mensen. Waar ben je? Robby. Oh! Nee. Jij, verrader. Ik heb jou ook niet gepakt, dat morgenmondje. Ja, maar ik zou je dat punten geven. Dat geeft mij toch geen punten. Een keer, jongen. Pardon? Volgende rondje. Ga dan maar die andere mensen zoeken. Rika zit er weer. Oh nee, Rika niet. We hebben nog 5 Rika? Mensen. Nee, 5 mensen nog. Oh, nou. Zoek de verbrande bomen. Waar is het object? Wie is het? Ik weet sowieso een masterlijke plek.
Wat is hij? Ik weet het niet. Nee? Oké. Laten we lachen. Oké. We moeten gaan schieten, Robbie. Er zijn mensen die zijn verkleed als kist misschien wel. Nee, het zijn altijd grote voorwerpen, hoor. Ja. Ja, best wel. Je moet een tafeltje, je moet een stoeltje zijn. En dan moet je hier moet je staan. Prachtig. Het is heel moeilijk om iemand te vinden, nou, dat zeg je eerlijk, hoor. Hier zitten heel veel tonnen, bijvoorbeeld. Echt, hè? Gooi wat in mijn lege tonnen. Wat voor domme. Oh, hier staan heel veel klapstoelen. Oh, hier ben je, aapje. Sowieso is deze ton is het gewoon, hoor. Nee, jongen. Sowieso wel. Ik ga zoeken naar bomen en lantaarnpalen. Die zijn... Ja, oké. Okay. Dan moet ik dus ook niet meer kiezen. Mensen, ik ga pas afsluiten dadelijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ja, ik weet zeker dat we meer aflevering gaan maken. Dus bereid je maar voor op Verstoppertje met ons. Echt, gewoon een nieuwe serie. En bedankt voor het kijken, dames en heren. En ja, we checken jullie snel toch weer, Roy? We gaan toch even doorspelen, of niet? Zeker. Sowieso, maar jullie moeten even wachten tot de volgende aflevering. Spijt me. Spijt me, helaas. We konden de gasten niet vinden. Nog twee, één verstoppen was er nog. Nou, krats. Doei, doei. Even een autootje.